Jongens, heb je het al vernomen? Ja, hij is vandaag weer terug in het land, die goede oude man. Ofwel, Sinterklaas is er weer. En dat vieren we natuurlijk met iets ontzettend lekkers. Volgens mij echt bijna puur Hollands, een speculaas. En in dit geval een gevulde speculaas. Dit is Aan de Kook. Speculaaskruiden, ja goed, wie houdt er niet van? Tenminste, ik ben echt dol op speculaas. En vooral de speculaaskruiden zorgen ervoor dat dit natuurlijk zo zijn intense smaak krijgt. Ja, door speculaas net iets wat meer luxe, iets meer grandeur te geven, doe je er natuurlijk spijs in, ofwel amandelspijs. En deze amandelspijs heb ik gekocht op mijn werk. Ik werk bij het Zatkin in Rotterdam. En op die school hebben ze een hele goede brood- en banketafdeling. En daar maken ze dus ook echt hele lekkere verse amandelspijs. Nou, en deze gebruik ik vandaag ook voor de gevulde speculaas. Voordat we aan de slag gaan met het maken van de gevulde speculaas, vraag ik natuurlijk eventjes om mijn video te liken. Dus druk op het duimpje hier onderin. En natuurlijk wil ik graag dat je abonneert op mijn kanaal. Ook even klikken dus. En mocht je me nog meer willen volgen dan alleen op YouTube, ik heb natuurlijk ook nog een Instagram. a.de.kook. En dan gaan we nu echt starten. Weeg alle producten goed af. Eerst starten we met de bloem. En deze zeven we ook eventjes. Daarnaast zeef je ook de bakpoeder. Pak dan alle suikers samen. Ik heb gekozen voor bruine basterdsuiker en lichtbruine basterdsuiker. Dit zorgt ervoor dat de speculaas net niet te donker wordt. Ik vind het zelf ook wel wat lekkerder, want de ene suiker is wat straffer dan de andere. En ik vind een mengeling van beide een goede combinatie. Je kan er dus ook gewoon voor kiezen om alleen maar donkere of lichtbruine basterdsuiker te gebruiken. Voeg de suiker toe bij de bloem en bij het bakpoeder. En voeg daarna de 5 theelepels speculaaspoeder aan toe. Van de speculaaskruiden. Meng alle droge ingrediënten samen. Ik doe dit gewoon lekker met de hand. En daarna is het tijd voor de boter. Voeg de boter toe aan het geheel en kneed het tot een mooie deegbal. Voeg daarnaast ook nog een paar eetlepels melk aan toe. In dit geval een stuk of 7. Kneed het deeg tot een mooi geheel. Zoals je ziet is mijn deegbal wat zachter. Ik heb het recept ook aangepast al bij de benodigdheden. Want ik heb eigenlijk iets te veel boter gebruikt. Waardoor de verhoudingen niet goed klopten. Ik heb het uiteindelijk moeten aanlengen met wat meer bloem. Dit zorgt ervoor dat het een wat steviger bal wordt. Wil je nou dat je speculaas echt subliem gaat smaken? Nou, doe de bal even een nachtje in de koelkast. Heb je daar geen tijd voor? Geen nood aan de man. Je kan er gewoon gelijk mee aan de slag. Nou, en wat doe ik daarna? Ik pak een cakeblik. Ik doe het niet eigenlijk op de traditionele manier, maar ik vind een cakeblik voor me eigenlijk wel leuk. En deze bekleed ik met bakpapier. Ik leg eerst een laagje in de lengte en dan een laag in de breedte. En dan kan je daar aan de randen en aan de bodem het speculaasdeeg gaan plakken. Wanneer de bodem en de randen helemaal bekleed zijn, pak ik de amandelspijs. Deze kneed ik eventjes een beetje warm, want het kan wel eens een beetje wat stroef zijn. En daarna maak ik daar mooie rechte stukken van die ik tussen het speculaasdeeg leg. Wanneer dit helemaal over de bodem heen ligt, leg ik er nog een laag met speculaas overheen. Dit maakt de speculaas helemaal dicht. Dan kan het zijn dat er nogal wat hobbels zitten. Dat er misschien wat naden te zien zijn. Wat ik hier altijd doe is even met een warme lepel met de bolle kant over het deeg in. Houd de lepel onder het warme water. Droog hem niet af, maar smeer juist dat uit over de cakevorm. Nu, dat zorgt ervoor dat er een mooie laag ontstaat van je speculaas. Wanneer je dit gedaan hebt, ja, dan gaan we met de amandelen aan de slag. Beleg zoveel amandelen op de speculaas die je wilt.
Ik vind het wel leuk en lekker dat ze goed over de hele speculaas heen liggen. Wanneer de speculaas af is, ga je er nog even met wat geklutste ei overheen. Dit zorgt voor een mooie glanslaag. Zet de speculaas op 175 graden in de oven voor ongeveer 45 minuten. Houd even in de gaten vanaf 40 minuten of je denkt van, wauw, hij kan er ondertussen al uit. Of laat hem echt staan tot 45 minuten. Ja, en dan is hij klaar. De heerlijke speculaas. En ik ben er dol op. Ik ben heel erg benieuwd of jij er ook van houdt. En als je hem maakt, laat het even weten in de comments. Ik wens je voor nu een hele fijne Sinterklaastijd toe. En veel speculaas toegewenst. Geniet van de pepernoten, van de kruidnoten, etc. Kijk jij volgende week ook weer? Ik zie je bij Aan de Koop. Hoi je. Nou, we zijn op het werk op Zatkien, gezellig met collega's. En we gaan nu de... Wat gaan we proeven? Cake. Ja, gevuld speculaas. Oh, Oké, dus pak lekker een stukje. Oeh, lekker! Oeh. Een stukje kruid. Gewoon een hele plakje pakken, man. Oké, een beetje overdreven dit, maar... Ja, lekker, man. Overdrijven! Nee, plakjes is wel lekker, man. Ik wil overdrijven, hoor. Okay. Gewoon lekker, normaal. Ik ben gewoon eerlijk. Nee, grapje, is goed, hè. Ja, maar okay. Je bent wel van eten. Daarom. Lekker, hè? Oké. Okay. Heerlijk. Nu even liken en abonneren. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug bij Aan de Kook.